Dit is een van de eerste lessen in een reeks video's over een succesvol leven door middel van minder stress en meer slaap. Succes is een gevolg van jouw reacties op gebeurtenissen die jou dwingen om te kiezen. Voor een deel is succes dus een keuze. Die keuze maak je in het bewuste deel van je hersenen. Het menselijk lichaam is een bijzonder samenspel van al haar organen. Wanneer we goed voor onze geest zijn. Daarmee bedoel ik het bewuste deel van onze hersenen. Wanneer we daar goed voor zorgen, dan is zij in staat om slimme keuzes te maken wanneer wij een besluit moeten nemen. Wanneer jij je hersenen niet in de steek laat door ze die bouwstoffen te geven die ze nodig hebben, dan zullen zij ook jou niet in de steek laten. Tijdens deze e-learning leer je kansen te kiezen uit de oneindige vijver van mogelijkheden. Je zult het belang van slaap ontdekken en hoe je deze kunt verbeteren. Maar daar blijft het niet bij. Zowel stress als levensstijl beïnvloeden de manier waarop je keuzes maakt. Je gaat leren hoe levensstijl, omgaan met stress en slaap jouw succes vergroten. Er is maar een klein deel van je brein bewust en dat is maar goed ook. Je moet er toch niet aan denken dat je bewust moet ademhalen, je voedsel moet verteren. De afvalstoffen in het bloed moet verwijderen, om zomaar een paar dingen te noemen. Als we dat allemaal bewust zouden moeten doen, hebben we geen tijd meer over om echt te leven. Het meeste wat je doet is onbewust. De functie van slapen is naast het repareren van het lijf ook het opschonen van de hersenen en het maken van nieuwe verbindingen. Je leert terwijl je slaapt. Hierdoor heb je overdag meer capaciteit om kansen op te merken en beslissingen te nemen. Wanneer je stress ervaart, dan gaat het lichaam in een overlevingsmodus waardoor je bewustzijn vermindert. Je krijgt een tunnelvisie. Daarna slaap je slechter en kom je in een neergaande spiraal terecht. Stress en slaap beïnvloeden elkaar. En het is eigenlijk niet eens zo belangrijk welke de oorzaak is en welke het gevolg. Wat je ook niet moet vergeten is dat je eigenlijk twee breinen hebt. Rondom je hele spijsverteringsstelsel zit een uitgebreid zenuwnetwerk dat direct in verbinding staat met het brein dat in je hoofd zit. Ken je de uitdrukking ik heb zo'n buikgevoel? Wanneer we het hebben over intuïtie, dat is niet zomaar ontstaan. Jouw darmen hebben een grote invloed op wat je voelt. Daarom is levensstijl ook een onderdeel van de e-learning. En dan nog iets anders dat heel belangrijk is. Het technisch ontwerp van jouw lichaam is niet helemaal geschikt voor de 21ste eeuw. We lopen zo'n beetje 10.000 jaar achter in de evolutie. Ons lijf denkt nog steeds dat we jagers-verzamelaars zijn, die af en toe een dier vingen en verder heel veel groente aten, naar bed gingen wanneer het donker werd en ontwaakten als de zon opkwam. Helaas zijn we nog niet geëvolueerd voor het leefpatroon van de 21ste eeuw. We gaan het. Er nog over hebben, maar alvast een tip. Leef volgens het ontwerp van je lichaam. Dat wil zeggen, eet vlees, maar niet elke dag. Eet de groenten van het seizoen. Eet gevarieerd. Ga op dezelfde tijd naar bed. Ga er op eenzelfde tijd ook weer uit. Ook in het weekend. Oh ja, en maak je alleen druk wanneer dat nodig is. Verder, onze voorouders hadden nog geen schermen.